Goedemorgen, het is 29 september 2012. Ik wil even iets uitleggen over de Raad van State. Toen Donner, minister Piet Hein Donner, de nieuwe president van de Raad van State werd, heb ik natuurlijk de RVS geë-maild en gezegd: Donner mag helemaal geen functie hebben binnen de Raad van State, omdat ik degene ben die sinds 1 mei 2007 een rechtszaak is gestart tegen Nederland bij het Internationaal Strafhof. Op grond van het Volta-verdrag had de Raad van State Donner moeten weigeren. Dat hebben ze niet gedaan. Nou, ook de Raad van State weet dat er sinds 22 augustus 2012 een brief is van het Internationaal Strafhof aan mij gericht, waarin het ICC bewijst dat ze weigeren het Statuut van Rome, het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen uit te voeren in dossiers die worden aangeleverd door Europeanen. En in dit geval nog wel een Hollandse vrouw die een dossier aanlevert tegen Nederland binnen het Internationaal Strafhof dat gelokaliseerd is in Den Haag. Het enige wat we tot nu toe hebben gezien is dat Donner in de media komt met de mededeling dat het moed vraagt van klokkenluiders om bepaalde waarheden te publiceren. Donner die weet natuurlijk heel goed wat er op mijn website staat. En de Raad van State ook. Er is nu alleen wel echt een heel groot probleem. Vooral sinds 22 augustus 2012. En dat is dat de Raad van State nu echt bewijst dat ze Donner willens en wetens in zijn functie houden. En dat ze het ook goed vinden dat het Internationaal Strafhof een lobby- en liquidatiecentrum is. Kijk, wat er moet gebeuren is dat Donner onmiddellijk wordt verwijderd bij de Raad van State. Dan zal rechtspraak.nl nog iets meer moeten doen met het Internationaal Strafhof dan ze de afgelopen 5 weken hebben gedaan. Rechtspraak.nl zal echt duidelijk moeten maken dat ze niet samenwerken met het ICC op grond van het Volta-verdrag. Het gaat er dus om dat de rechtbanken in Nederland zich conformeren aan het Internationaal Strafhof, terwijl ze dat niet mogen doen op grond van het Volta-verdrag. Ik publiceer deze video. Hij is kort, ik weet het, maar de boodschap is duidelijk. Ik hoef er niet veel aan toe te voegen. Het zijn sowieso allemaal hoofdpijnvideo's. Ik laat het hierbij. Fijne dag nog.